Met het Zorg aan Zet-festival heeft Zorgnet IQRO een punt gezet achter een brede dialoogoefening over wat de klemtonen moeten zijn in het zorgbeleid van de toekomst. Meer dan 40 organisaties schaarden zich achter het initiatief en ruim 25.000 mensen namen deel aan Zorg aan Zet. Ja, we hebben dat opgezet omdat we eigenlijk de stem van de Vlaming wouden horen. En wouden horen wat vindt nu de Vlaming over zorg en waar vindt hij dat we met zorg naartoe moeten gaan. Het was de bedoeling om niet vanuit een ivoren toren in Brussel daarover te gaan nadenken en teksten te schrijven, maar echt wel om de vinger aan de pols bij de mensen te houden. Ik sta met bewondering te kijken dat zoveel mensen gemobiliseerd zijn. Ik was eigenlijk vooral onder de indruk van de regionale avond die hebben plaatsgevonden, omdat dat was bijzonder participatief. Ik denk het belangrijke van dit initiatief is dat het nog eens heel duidelijk maakt hoe belangrijk de plaats van zorg in onze samenleving is. Het eindrapport van Zorg aan Zet formuleert 10 aanbevelingen die aantonen dat er een breed draagvlak is voor een andere aanpak in de zorg- en welzijnssector. Wat mij heel sterk is opgevallen is dat pleidooi voor een meer integrale, holistische zorg, waar je dus eigenlijk de patiënt in zijn geheel gaat benaderen en niet vanuit verschillende kokertjes, waar je met andere woorden bruggen gaat leggen, bruggen tussen bijvoorbeeld zorg in het ziekenhuis, zorg thuis, bruggen tussen verschillende disciplines, bruggen ook met onderwijs bijvoorbeeld. En dat is iets wat wij bij het kinderrechtencommissariaat wel heel hard herkennen, hè, omdat je bijvoorbeeld vaak ziet dat kinderen met een complexe situatie vaak een beetje tussen de schoten vallen. Wat mij ontzettend belangrijk lijkt is de digitalisering. Het unieke patiëntendossier, het geïntegreerde patiëntendossier lijkt mij ontzettend belangrijk. Het lijkt misschien een maar kleine stap, maar het kan een grote hefboom zijn. En ik denk ook de verbuurting, laat ik maar zeggen, van de zorg, de wijkzorg, het dichter naar de mensen brengen van de zorg, lijkt me ook ontzettend belangrijk. In ons verkaveld Vlaanderen is het heel moeilijk om zorg nabij te brengen. Wij moeten ons daar toch eens serieus over beraden. Hè? Het is juist door wat we doen in de ruimte, door bijvoorbeeld een woonzorgcentrum te openen voor het dorp waar het staat, dat je die sociale verbondenheid gaat realiseren. Wat er mij opgevallen is, is dat men heel sterk heeft ingezet op waarden. Precies om vanuit die menselijkheid naar de andere mensen te kijken. Daarin ook alle luisterbereidheid aan de dag te leggen, zoals in het rapport staat. Om heel goed te bekijken wat die noden zijn, op welke manier men in interactie kan gaan. En dat dan ook in de breedte, niet alleen kijken naar degene die zorgbehoevend is, maar ook heel het entourage van mensen dat rond de zorgbehoevende aanwezig is. Dat is voor mij toch wel een van de opvallende dingen. Het eindrapport is aan de politici bezorgd. Zorgnet IQRO hoopt dat zij de conclusies van Zorg aan Zet ter harte zullen nemen. We stellen vast tot op vandaag dat eigenlijk zorg niet hoog op de politieke agenda staat. Ook al wordt iedereen er vroeg of laat mee geconfronteerd. We stellen ook vast dat er een heel breed draagvlak is om hervormingen door te voeren. En we hopen echt wel dat politici door dit rapport wakker geschud worden en dit hoog op de politieke agenda gaan plaatsen. Want dat is toch wel essentieel, willen we alle noden de volgende jaren kunnen lenigen.